voor de duidelijkheid, als ik corona krijg, dan is er gewoon 2 weken, 3 weken geen uitzending. Los van dat, ik word dan misselijk als ik dadelijk over de kosten die we gaan maken. De studio is niet gratis. Ja, oké. Oké, jongens, het is zover. Ik, Calvijn, YouTuber van Hollandse Bodem, heb de televisiebazen van Nederland ervan overtuigd dat ik mijn eigen talkshow moet krijgen op NPO 3. Fucking mooi. Een talkshow voor jongeren, vanaf 1 maart, elke maandagavond om 9:50. Keihard. En terwijl mijn moeder me appt over hoe trots ze op me is, gaat er maar 1 vraag door mijn hoofd. Hoe de fuck ga ik dit maken? Alright, een goede talkshow is natuurlijk niet compleet zonder leuke gasten. Gezellig. Gevarieerd. Een beetje van alles. Ik ben een beetje van magie. Ik heb een aantal van de bekende Nederlanders die ik persoonlijk al goed ken, even berichtjes gestuurd. Want ik vind het wel netjes dat als BN'ers worden benaderd voor de show, dat dan vanuit mij komt. En niet vanuit de redactie, snap je? Stel je voor, ik zou Nina de show willen hebben en de redactie gaat haar ineens mailtjes sturen. Oké, duidelijk. Er is niemand die zegt, wat een kut idee. Niet doen. Maar, ik ga even wat laten horen. Ja, dit is niet per se gelijk een nee, zoals je van mij gewend bent. Ja, dat was... Die heeft niet zoveel zin in zulke soort tv-dingen, volgens mij. Dus ik had hem ook gevraagd. Ik zei van, lijkt het je leuk? En het lijkt hem zelfs gezellig. Beautiful. Hey man, de eerste fucking gefeliciteerd. Ik hoorde al in de wandelgangen dat er een soort Kree-Noord-achtig programma zou komen. En nou, nu bleek jij dat te zijn. Nou, dat vind ik echt super, super leuk voor je. Hoe kan het dat ik elke keer als ik de stem van Peter Parkel hoor, dat ik dan het gevoel heb dat hij mij gaat afmaken in een soort roast? Ja, nu ik hoor dat jij dat bent, denk ik, what the fuck? Hoe hebben ze in godsnaam zo'n domme keus kunnen maken? Maar dit gaat al heel ver. Maar hij was gewoon oprecht enthousiast. Bilal zegt leuk. De manager van Rico zegt top nieuws man, wat goed, gefeliciteerd. Giel van Stuk TV zegt leuk man, vooruit. Met jou wil ik wel samen iets doen. Natuurlijk sarcastisch, hoop ik dan maar. Beter ben je sarcastisch, Terina, hè? De mensen die er nu al van af weten, die zijn positief. Dat vind ik alleen maar leuk. Dat geeft vertrouwen. Ik ben aan het eind van de dag ook maar gewoon een onzekere teringleier die niet weet of deze show gaat scoren of de grootste flop in de historie van de televisiewereld gaat worden. Ik ben weer in Hilversum, jongens. De plek waar het allemaal moet gaan gebeuren. Hier is het bewijs. De plek waar ik nog steeds de weg niet weet. Want ik ben altijd de fucking weg kwijt. Maar ik ga even kijken naar het decor. Want ze zijn als goed is met het decor bezig. Ik ga even kijken of dat wat wordt. Nou, ik kan hier nooit de fucking weg vinden, man. Unbranded. Hier moet ik zijn. No! Deze deur zit ook weer op slot. Ik moet bij Unbranded zijn. Oh, kijk eens. Ik ben hier nog nooit geweest. Oké. Ja, hier maken we, dit is zeg maar de houtafdeling. Ja, dat dacht ik al. Hier het podium, dat is deze. Oké. Dit stukje, die staat daar. Valt natuurlijk ook meteen iets op hier. De werkplaats is natuurlijk niet compleet zonder kalender. Ja, hij staat goed. Dit is februari. Ja, het mag ook wel snel maart worden. Ja, dat snap ik. Oh, lachen man. In eerste opzicht denk je, ja, wat wordt dit een soort grote boekenshow of zo? Maar kasten, maar op de tekening ziet het er fantastisch uit. En in het echt wordt het ook fantastisch. Maar we gaan dus in al deze vakjes gaan we dingen zetten, waardoor het wat een beetje karakter krijgt. Je moet even een beetje je verbeelding gebruiken. Het wordt dit, plus dat, plus... karakteristieke dingen en dan wordt het, als het goed is, heel gezellig. Nou, Pia Navara heeft ons gevraagd om even in 2 dagen een promo in elkaar te flansen. Dus dat hebben we maar even gedaan. Oké, jongens, ik heb goed nieuws. Het decor is af. Het is helemaal klaar. En de studio is geregeld. Eigenlijk is alles al helemaal gefixt. Dus ik ga het jullie even laten zien. Kijk, ik sta er middenin. We kunnen gewoon beginnen met draaien. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik zat te laten gewoon Studio 20 maar afbellen. Dat scheelt wat geld. Gaan we gewoon alle 6 afleveringen hier nu filmen. Kunnen we gewoon naar huis. Hoef ik jou ook maar in 1 dag te betalen. Dat is ook weer scheelt ook weer wat. Of juist het deel wat je normaal aan de studio zet. Hé, hey, rustig aan hè. Toen hè. Nee, geintje. Dit is niet de echte set. Dit is voor de promo. Want onze vrienden van Bier en Vara kwamen ermee dat ze het toch wel leuk vonden als we even een promo in elkaar flansten. In 48 uur. Dus dat hebben we gedaan. Sterker nog, dat onder andere jij gedaan. Hey jongens, wat is het plan? Ben je trots op het setje? Ik ben wel trots, vooral de tv. Dit is het medium waar we voor gekozen hebben, jongens. De promo is, als het goed is, al af als jullie dit kijken. De editor. Swoes hem er even in. Oké, maar je krijgt dus echt je eigen talkshow? Ja, man. Heb je dan Diederik Gommers en zo aan tafel, zoals bij je nek? Nee, we hebben geen tafel, wel gasten, maar een tikje gezelliger. Oké, en heb je alles al af? Ja, we hebben op zich bijna alles geregeld. En op welke YouTube komt dat dan? Nou, ik zeg toch steeds, gewoon vanaf maandag 1 maart bij BN Vara op NPO 3, oké? Okay? Gaan we gewoon kijken.
Volgende week vrijdag gaan we draaien. Dus iets minder dan 2 weken. Holy shit, de tijd gaat kaulo snel, hé. Ik ben weer een keertje op kantoor en dan gebeurt er heel veel. Ik en de redactie gaan bijvoorbeeld een beetje ruzie maken over welke gasten in welke aflevering moeten komen. Zij zijn allemaal gewoon seks. Zij gaat al de seksdingen zeggen. Zij is het, zegt het misschien niet, maar is het wel. Ja. En als hij dat dan ook is, dan is het wel een beetje veel van alles. Verder doe ik af en toe iemand even vertellen wat hij moet doen. Fix dat even. Dan komt Martine nog even met de lijstjes. Die heb ik maar niet zo fucking handig. Ik kan hem wel even in de was gooien vanavond. Maar dan kun je misschien even in de gaten zetten voor vanavond. Soms schiet me dan nog even wat er binnen. En ik moet ook even die betaalpas van de dingen activeren. Daarna moet ik beslissingen nemen over het decor, waar ik dus echt geen verstand van heb. Ik ben zo slecht hierin, joh. Zoals bijvoorbeeld, in wat voor stoel moet ik eigenlijk zitten tijdens de show? Daar heb ik een zorg over. Ik kan me goed voorstellen dat het best wel snel voelt alsof je dan zeg maar... zo zit. Ik heb geen verstand. Maar als dat allemaal klaar is, mag ik eindelijk iets doen waar ik al de hele dag naar uitkijk. Een fucking autocue cursus. Hallo, ik ben Kelvin. Ja, je komt mij even leren hoe je van een autocue moet lezen. Ja. Ik heb dat nog nooit gedaan. Oké. Ja, dit is gewoon een ruitje en het spiegelt hierop. Ja. En de lens zit daarachter. Dit voelt goed. Hoe gaat het in zijn werking? Want ik ga dit voorlezen. Ja, en stel dat je helemaal gaat afwijken van de tekst, dan wacht ik. Want jij kan daar met de joystick... Ja, ik kan het helemaal. Fantastisch dat je kijkt, al is het waarschijnlijk alleen omdat je toch geen fok te doen hebt. In Engeland is deze week een jongen na een jaar uit een coma ontwaakt. Hoe voelde dit? Ik vond het vrij natuurlijk. Ja, ik ook. Kijk, ik ga hier grappig proberen te zijn zonder dat het publiek is. Dus normaal gesproken vertel je een grap, dan is het gewoon even 2 seconden, dan gaan mensen lachen, hoop je. En dan daarna ga je weer verder. Maar ik snap ook wel dat je niet wil doorraten. Nee, ik moet niet in het sneltrein zijn. Zeg. A few minutes later. Was dit nou goed of slecht? Ja, je bent hartstikke goed, man. Ja, dat moest ik even horen. Ja. Ik heb andere taal. Andere taal? Oh ja, je hebt het zeker. Hallo, welkom bij de Calvijn Show. The show made for and by the new generation. Das Schöne an der Calvijn Show ist, dass die Fragmente auch auf YouTube zu sehen sein werden. Por es nos apareciendo útil grabar este texto am de sen... Se cayo no doromega carabucho un tatanishimu koto que te quiero ya nu. Oh, dit is het enige. Die vrouw in Japan was zo grappig. Nou, we zijn redelijk snel klaar, dus daarom dachten we, misschien is er nog wel iemand die ook even wil proberen. Mark heeft zich aangemeld. In het Nederlands, maar ook in andere talen. Hallo, welkom bij de Calvijn Show. Hallo, welkom in de Calvijn Show. Waarom praat ik ook harder? Het hoeft helemaal niet. Konnichiwa, kure karuban show, yokoso, shin desu ne maya, no tame ni. Nou, dit is verschrikkelijk. Zo simpel kan het zijn. Mina. We leven natuurlijk in een pandemietijd waarvan we al de afgelopen weken onszelf afvragen. Kunnen we nou publiek bij de Calvijn Show hebben of niet? Vandaag is de dag dat we eigenlijk voor onszelf hadden besloten. Nou, we moeten maar eens een keer een knoop doorhakken. Want het begint toch aardig dichtbij te komen. Deze day, man. Let's hak some knopen door. Corona in the house. Ik snap dat jij heel graag publiek erbij wil. Ik ook. Heel eerlijk, ik zie niet die hele studio vol zitten met mensen. Maar ik weet niet wat er mag. Jij weet wel wat er mag. Je mag publiek erbij hebben als het... participerend publiek is. Dan ga je eigenlijk een soort van iets in je show moeten verzinnen om publiek erbij te krijgen. Maar ja, aan de andere kant, hoe meer mensen je hebt, hoe groter de kans is dat corona in het spel komt kijken. En dat is iets waar ik je in principe heel graag van weg wil houden. Voor de duidelijkheid, als ik corona krijg, dan is er gewoon 2 weken, 3 weken geen uitzending. Los van dat, ik word dan misselijk als ik dadelijk over de kosten die we gaan maken. De studio is niet gratis natuurlijk, dat begrijp je ook. Ja, oké. Okay. No, God! Ik zou heel eerlijk gezegd, zou ik jezelf gewoon tot een week voor opnames... sluit je gewoon zoveel mogelijk af, man, voor de rest. Ja. Dus het is gewoon belangrijk dat je gezond blijft. Nou, goed. Dan, we lachen erom, maar het is duidelijk. Het is duidelijk. Yo, later. Geen publiek. Het voordeel is, ik ben wel gewend om geen publiek te hebben. Maar ja, kijk. That's life. Ah. En deze week gaat het gebeuren, mensen. Ik ben gewoon heel eerlijk met jullie. Laat ik beginnen met het feit dat ik deze talkshow toch wel echt heb onderschat. Ik heb hem zwaar onderschat. Is niet erg, maar wel even pittig. Want ik ben alleen maar aan het koude werk. Ik wil niet dat het gaar wordt, omdat ik er te weinig tijd aan heb besteed. Dus ik wil gewoon dat het nice wordt. En nu begint de tijd wel te dringen, want deze week zijn de opnames. De opnames van aflevering 1 van de Calvijn Show. Volgens mij wordt het fantastisch. Wordt het geweldig. Wordt het awkward. Wordt het humoristisch. Wordt het pissy stressvol waarschijnlijk. Maar vooral gewoon fucking lachen. En dat probeer ik mezelf gewoon de hele tijd te herinneren. Ik heet het tegen mezelf, yo, maak gewoon lol. Maar soms is dat lastig om
om je te realiseren als je tot laat in de avond bezig bent met weet ik veel wat de fuck allemaal. Maar goed, dat is niet jullie probleem, dat is mijn probleem. Enig wat ik tegen jullie kan zeggen is, komende zondag komt de laatste aflevering van deze Behind the Scenes serie online. Dus gaan we sowieso checken, want daar zie je hoe ik de eerste opname heb ervaren. Wat ik ervan vond, wat ik ervan denk. En de dag daarna komt al de eerste uitzending op tv. Dus ga het allemaal checken. Tot dan. Later.